In de vorige video heb je gezien dat ik deze gebouwd heb. Gaaf ding, maar dan heb je ook gezien dat niet alles even goed ging. Er worden hier ook rooksignalen afgegeven. Vooral de aandrijving, die slipt door. Alle poelies laten los, dat moeten we oplossen. Dus in deze video gaan we dit super robuust maken. Ik ga een gave body opmaken en we gaan hem natuurlijk fatsoenlijk testen. Stap 1, dit uit elkaar halen, platen frezen, assen draaien, super stevig maken. Laten we beginnen. Zo, deze, die gaan nooit meer los. Laten we gaan monteren. Kijk, zo zit hij dus. Poelie, poelie, de riem loopt nu zo. En er zit nu super veel spanning op die riem. Dus dat is ideaal. En ik kan nu de wielen erop gaan zetten. En dan kan ik hem gaan testen. Laten we eens kijken of het nu beter is. Ik hoop het wel, want dit is wel een beetje het einde van mijn opties. Klein probleempje, het is net begonnen met regenen buiten. Dus doe de eerste test binnen. En eigenlijk wil ik hem nog niet te veel testen, want ik wacht nog op de nieuwe regelaar. Deze regelaar die trekt het gewoon niet. Had ik dat niet eerder ook al? Cool ritje toch? Zo gaaf, hop hop hop. Ik vond het leuk. Alleen de regelaar niet. Zit zo, de regelaar is gewoon doorgefikt. De motoren, dat redt hij allemaal wel, dat gaat goed. Ook de opstartstroom. Maar als hij gewoon vol vooruit rijdt en dan vol achteruit gas geeft, dat, ja, ik denk dat dat hem gewoon net even te veel wordt. Er komt best wel wat kracht erbij kijken natuurlijk. Dus ik heb een regelaar besteld die het dubbele aan kan en dan zitten we in ieder geval goed. Maar een beetje testen moet kunnen, vind ik. Thank you.
Oké, dit is prachtig. Maar dit ziet er nog niet uit als de RC-auto van mijn zoontje. Die zag er anders uit. Die zag er meer uit als een echte auto en niet alleen als een frame. Dus, laten we gaan printen. Dit project is gesponsord door HBM. Want de hele maand mei is het HBM Toolfest. De online festivalmaand voor makers. Best wel gaaf. Het zijn allemaal verschillende dingen. Er zijn een heleboel goede aanbiedingen op de HBM website om jouw project te kunnen gaan bouwen. Je kan jouw project insturen of foto's daarvan, dan kan je een cadeaubon winnen. En wat ik zelf heel gaaf vind, op 27 mei, als je deze video op de release datum kijkt, komende zaterdag, dan is het HBM Toolfest bij de winkel. Daar kom ik naartoe, dan komen de andere YouTubers die iets gaafs bouwen voor dit evenement, komen daar naartoe. En dat gaat gewoon een gave dag worden. Dus, zie ik je daar? En dan, na een paar uurtjes printen, een paar dagen, heb je dit. Een bak vol met onderdelen. Laten we hier een auto van gaan maken. Eén auto bouwpakket. Tenminste, één van de helften. Dus de achterkant, de motorkap, zijkanten achter, het raam. Niet heel goed doorzichtig, wel leuk. En een accentkleurtje, omdat het kan. Kijk, die komt daar zo in. Dat is wel tof, hè? Dus, ik ga deze in elkaar zetten. En dan de ander. Wow, dit is zo dik. Moet je zien, hé? Ik vind het echt heel gaaf. Dit is veel gaver dan ik had gedacht. Volgende stap, vastmaken op het frame, zodat ze blijven zitten. En ik moet ook nog mijn slordigheden, of de kieren in ieder geval, die moet ik verbloemen. Moet je zien. Kijk, hier zitten wat kieren. Dat is gewoon vermijdelijk voor het plakken. En daar ga ik mooie strepen overheen maken, zodat het hopelijk lijkt alsof dat zo hoort. Ja, je kan super netjes werken. Andere optie die ik had gehad. In plaats van dit had ik natuurlijk ook alles kunnen plamuren, schuren, weet ik het allemaal. Maar in dit geval heb ik ervoor gekozen om de meeste kieren dus weg te werken. Op plekken die je niet ziet. Kijk, dat daar een kier zit, dat is niet zo erg. Deze kier valt helemaal weg achter de wielen straks. En het ziet ook nog wel een soort van logisch uit dat er een kier zit. Hier valt ook niet zo op. Maar deze hier, die kon ik niet vermijden. En die ga ik dus met zo'n mooie sticker. Hier niet. Hier en daar ga ik die verbloemen. Dan is het opgelost. Dus, nog een paar dingetjes. Dan kunnen ze erop. Kijk, dit zijn dus die stickers waar ik het over had. Ik heb allemaal verschillende. Deze zijn gewoon omdat ik nog ruimte had. Die ga ik erop plakken. Die komt hier. En voor de andere kant heb ik wat anders bedacht. Best wel cool dit. Misschien kan die hier nog wel een Practical Engineer sticker gebruiken. Laat ik die nou net hebben. Doe je ogen eens open. Wow, super gaaf! Wil je ermee rijden? Ja. Nou, gaan we dat doen. Deze daar zetten, zo. Dus heel voorzichtig. Zie je dat? Dus met die ga je naar voren en met die gaat hij sturen. Maar je moet wel altijd naar voren gaan als je wil sturen, oké? Goed, hè? Eén, twee, drie.
Ik zet hem op die steen. Zodat hij veilig staat. Precies. How's that working out for you?